Dit is de tweede screencast over XenoPX. En dat betreft nog steeds de intro. Waarbij ik gewoon even kort heen ga over de verschillende onderdelen. Zodat je snel een goede indruk kan krijgen waar het over gaat. In de vorige screencast, dat is nummer 1, intro nummer 1, heb ik uitgelegd waarom PX open source is. Moet zijn. En dat heeft ermee te maken dat PX een eigen makefile moet kunnen samenstellen. En dat er in de toekomst met die file ook nog meer dingen gaan gebeuren, zoals het automatisch kunnen printen van documentatie. En het kunnen printen van, nou, nog veel minder, kan je heel veel creatieve dingen mee doen. Maar daarvoor moet wel de broncode aanwezig zijn voor PIX. PIX moet bij zijn eigen broncode kunnen. Daar heb ik een intro gehouden. Oh. Daar heb ik uitgelegd dat PIX opgebouwd is uit verschillende lagen die je hier goed kan zien. Dit is de simpelste laag, PX0. Ik hoop dat die goed in beeld is. PX1, PX2, PX3 staat hier. Die heb ik vorige keer allemaal gedaan. En toen ben ik teruggekeerd naar dit onderdeel. En dat was, even kijken of ik het snel kan vinden. Daar staat hij. Encryptie. Hè, wat dat in elkaar zit. En dat ga ik nog een keer dieper op in. Als dat nodig is. Je kan ook de broncode zelf gaan lezen. Dit heb ik ook nog een beetje snel uitgelegd hoe dit in elkaar zit. En nu zijn we even hier gewoon in de vogelvluchten. Dit is gewoon laag 4 in zijn algemene vorm. Dit is erg leuk. Dit is image processing. En wat hier geschreven is, is de routines voor Image Magic. Maar ook voor SIPS, voor SIPS. En SIPS dat draait op de Mac. En dit heeft bijna iedereen. Dat heb je ook voor Mac trouwens. En ik dacht, image processing kan wat meer, dacht ik. Ja. Of IM, sorry hoor. Image Magic, zo moet ik het zeggen. Is mijn favoriet. Dit is een beetje. Oh, hier zit de mailing in. Ook heel handig. Hè? Dat is een mailroutine. Kan je ook bijlagen mee versturen. Hartstikke handig. Socket, erg leuk. Gewoon low-level C-stuff. Kan je een socket openen, socket sluiten. En je kan dus een socket opbellen, maar je kan ook zeggen, ik kan gebeld worden. Dit is de implementatie van SQL. Dan zie je hier de algemene routines, die gewoon gelden voor iedere SQL-server. En hier zie je de implementatie voor een server en die heet Primebase. Maar er zit niks meer in. En dat is maar goed ook, want we gebruiken dat niet meer. Maar je zou hier Oracle aan toe kunnen voegen. Of weer een andere. Dit is de implementatie voor MySQL. Dat is niet zo heel erg veel code. Dit is alles eigenlijk. Dus, even kijken hoor. Even op mijn beeldschermen 5 pagina's. En hier staat misschien wat meer in. Oh, dit is wel wat meer. Maar hier zitten ook wel hele ontzettend handige dingen in hoor. Er worden hier een partij dingen gewoon ongelooflijk handig voor je opgelost. En wil je dus een implementatie voor een andere SQL database. Okay, dit soort dingen, dit is niet algemene. Dit soort statements. Ja. Het kan in Oracle weer anders zijn. Dus dan moet je dit implementeren voor Oracle. Hoeveel pagina's is het eigenlijk? 21 pagina's, ja, het is even doorstampen. Maar een beetje programmeur, die doet toch iets van 10 pagina's per dag. Dus. Oh, 2 dagen werk. Nou, een beetje testen erbij, 4 dagen werk. Dan heb je een andere SQL server eronder hangen. Nou, dit was wel genoeg. Dit is, nou, daar gaan we een andere keer wel over hebben. Hier nog heel even kijken. Nee, dat doen we niet. We gaan door. Kijk, level 5 en level 6. Daar moet dus dit level, het level van de algemene level, dat moet verdeeld worden over 5 en 6. Dat moet nog even een veralgemeniseringsslag plaatsvinden. En misschien dat je wel kan zeggen, level 0 tot en met 5 en het ultieme level. Dus dan vervalt level 6. Mag je dat level, nou, dan moet je dan even kijken wat we daarmee gaan doen. Dat is allemaal nog toekomstmuziek. Ik zal hem even helemaal afmaken. Dan zijn we in ieder geval door de hele intro heen, wat mij betreft. Oh nee, nog niet helemaal. Er komt nog een derde intro.
En de volgende is dan hier, in het algemene level, PX. En dan heb je hier de folder Expression. En dit is erg interessant. In PX kan je je eigen expressies definiëren. Dus een expressie is, of een functie. En die functies die kan je zelf een naam geven. En die kan je dus toevoegen aan het systeem. PX is dus uitbreidbaar op C-niveau. Eén seconde. Kijk, deze expressies die je hier ziet staan, bijvoorbeeld, pak er eentje bij, expressie atomic, dat is een atomic expressie. En dat gaat dan om een expressie als bijvoorbeeld een string. Je hebt een gewoon quoteje, Piet, quoteje. En dat wordt hier genoemd een atomaire expressie. Dit is een hele leuke, daar kan ik ook nog wel een hele tijd over kletseren. Want PX maakt geen gebruik van SQL. En dan zou je zeggen, ja, dat heb ik toch net gezien. Ja, in principe schrijf je dit soort statements. Dat is allemaal veel veiliger. Kun je veel minder problemen op termijn mee krijgen. Dan heb je hier de uitbreidbare bibliotheek. Als het goed is, staat bovenin. Dat is een hele grote bak hoor. Kijk hier, dit is de definitie van alle functies die er momenteel in zitten. Ik zal er eentje uitleggen wat het dan precies doet. Een hele makkelijke pak hoor. Deze functie. Dat is een beetje oudbollig, maar die hadden we toen nodig. Dat was de 11-test op het bankrekeningnummer. Maar ik denk dat die nog steeds, is denk ik nog steeds noodzakelijk. Nog een leuke vinden. Command display. Dat is ook een hele mooie. Dat is een commando waarmee de output van PX. Die kan je dumpen naar een JPEG. En die kan je vervolgens gebruiken in je handleiding. En is je handleiding dus dag tot dag bijgewerkt. Hele mooie. Nou, dit is genoeg over die functies. Maar dan gaan we het nu nog hebben over fields. Nou, daar kan ik ook gewoon een heel seminar aan wijden. Fields, dat zijn velden. In de zin van database velden. En daaronder worden hier twee soorten velden onderscheiden. Namelijk veld, die staat hier. Dat is gewoon een veld. En dit is een primary key. Dat is ook een veld. Maar die staat voor een tabel. Hier ben ik aan het programmeren. Dit is dan een tabel. En het aardige idee hierachter is dat jij als programmeur, jij kan een eigen velddefinitie schrijven. En dan kan je op ieder willekeurig niveau, nou, ik zal niet zeggen dat je het op ieder niveau moet doen, maar kan je dingen overrulen, zo heet dat op zijn C's. Bijvoorbeeld deze. Deze functie die bepaalt of de huidige user wel mag invoeren voor deze tabel. Ja of nee. En dan kan je zelf een invulling aangeven. Mag die user dit record dupliceren? Mag die user dit record editen? En de default methodes die hierachter zitten, ja, die werken allemaal. Dat is verder geen probleem. Maar als je het nog ingewikkelder wil, ja, dan kan dat. Ik zal het laten zien hoe dat weer in elkaar zit. En dan is deze mooi voorbij. We zetten dan op een kwartiertje. Nou, dat is toch prima. Kijk, hier wordt bijvoorbeeld dit is een mooie. Dit is de insert van een record wat een e-mail bevat. En dan zie je bij, er is een tabel in PX. En die heet fsin e-mail. Nou, en als je daar een record in insert, dan gaat PX een e-mail versturen.
Nou, dan zie je hier bijvoorbeeld dit is dan de definitie van de functie. En dan vinden we hier de implementatie. En dan wordt het helemaal uit elkaar geplutst. En dan wordt uiteindelijk wordt dit hele gebeuren is alleen maar de interpretatie van de van het commando van het record. Je voert een record in een database. Ik zeg, ik stuur een mail aan iemand in Amsterdam. En dan typ je in Amsterdam en dan komt er een pop-upje en dan zeg je ja aan die. En dan is het klikken de klik. En dan doe je entered. En uiteindelijk komt het dan hier terecht. En dan wordt het doorgestuurd naar beneden. En ik ga het later nog wel uitleggen hoe dat dan precies allemaal werkt. Dus in principe redelijk simpel. Dat kan ik je wel vertellen. En goed te manipuleren en goed te onderhouden. Dat is toch prettig. Kijken of ik nog een leuke kan vinden. Dat is weer meer wat ouder spul. Ja, dit is eigenlijk de laatste. Dan kan ik afsluiten. En de volgende uitzending gaat dan puur over testen. Hoe dat moet. Wat het belangrijk aan software is dat hij het altijd doet. Kijk, deze naam die hier staat, dat is de naam van mijn collega, Serge Evers. En die heeft dus ook een aantal bronbestanden in zijn beheer. Nou, als hij dan een update hebt van zijn broncode, dan stuurt hij mij dit mapje op. Of gewoon een paar faaltjes. Vaak gaan deze files zijn we veel meer aan het werk. Wat moet hier nou precies mee gebeuren? Deze file die is zo goed als perfect. Die staat stil. En dan krijg ik gewoon een update van zo'n file. En die plak ik erin. En dan is het draaien. En de kunst van PX is dat je met heel weinig updates en al je bronbestanden. Kan je gewoon een goede wijziging doorvoeren. Dus het gevaar voor een codeconflict. Dat is dus als twee programmeurs tegelijkertijd gewerkt hebben aan hetzelfde concept. En dan moeten die twee files vergeleken worden. En ja, dan ben je de. Ja, dan ben je de pineut. Nou, die kans bij PX is gewoon zo klein mogelijk. Ligt eraan hoe netjes je programmeert. Als je één grote spaghetti van gaat maken. Dan wordt het niet zo goed natuurlijk. Maar dat geldt natuurlijk altijd. Maar als je netjes werkt, ja, is er eigenlijk niks aan de hand. Nou, dit was hem. Dan ga ik nu door met uitzending nummer 3. En dan intro nummer 3. Die gaat over testen. Oké. Tot de volgende uitzending. Dankjewel voor het luisteren en het kijken.